Ik moet zeggen dat ik op het moment niet in de mooiste fase van mijn leven zit. Iedereen weet dat mijn vader heel erg ziek is. Maar ja, op momenten dat je dan met je vader meegaat, dan zie je pas dat dat niet alleen bij jou is, dat dat ook bij heel veel mensen thuis is. Dan denk je van ja, hoeveel gezonde mensen zijn er eigenlijk nog als je in zo'n ziekenhuis loopt waar iedereen wordt behandeld tegen die ernstige ziekte. Ja, dat doet je heel veel beseffen dat het leven zeg maar toch draait om de hele kleine dingen. Het is zo dat mijn vader eigenlijk over het algemeen altijd meeging en nu is mijn vader in behandeling. Dus dat is heel raar als je 27 jaar naast elkaar hebt gezeten in de auto. En je, hebt, zeg maar, je zit nu alleen of met je broer, wat ook heel fijn is, maar is toch anders. Hè. Je eigen vader is toch zeg maar, ook mijn beste vriend is hij nog altijd. En ja, dat maakt het toch wel anders. Maar ik vind het, als ik even op het podium sta, dan ja, vergeet ik het gewoon even. En dan ben ik zeg maar gewoon eigenlijk in mijn eigen wereld eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Dan vergeet ik even zeg maar zorgen en stress en dat soort dingen. Dan zal je ook wel zien, dan ben ik compleet losgeslagen. Daarover gesproken, we hebben je net op het podium gezien en we zien een uitzinnige menigte. Ja, het is echt niet normaal. Ik sta er ook van te kijken weer. Als ik dan in de auto zit straks, dan verwerk ik dat soort dingen pas. Dat klinkt gek, maar je went er eigenlijk nooit aan dat mensen zo enthousiast zijn. Dat is gewoon heel erg mooi. Het is natuurlijk een hele roerige tijd in mijn leven. Ik heb aan de ene kant een heel bijzonder mooi leven, dat hoor je ook terug. Ik ben vader van 4 gezonde kinderen. Aan de andere kant heeft ieder mens dat... maak je ook een hoop tegenslagen mee. En ja, ook dat aspect zit ook in het nieuwe album. En ja, het is eigenlijk nu gewoon 100% Frans eigenlijk. Tekst en muziek, alles is nu van mezelf. En misschien maakt het dat ook wel heel erg bijzonder.